Rigoureuze maatregelen in Kaatsheuvel. Iedereen op en rond het vakantiepark Droomgaard kan zonder aanleiding gefouilleerd worden door de politie. Volgens burgemeester Hanne van Aert van de gemeente Loon op Zand is dat nodig voor de veiligheid. Ze heeft Droomgaard en een gebied eromheen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat is best een groot gebied. Dat zie je hier op de kaart. Het gaat dus om het hele vakantiepark Droomgaard en een gebied daaromheen. Ja, het zijn mensen met geen goede bedoelingen. Het zijn mensen die daar zitten met een andere intentie dan daar rustig wonen, hard werken, zoals u en ik dat ook doen. Maar er wonen ook heel erg veel mensen die dat allemaal wel gewoon op een normale manier doen. En dat bedoel ik met rotte appels. We hebben het echt niet over het geheel van het vakantiepark waar iets mis is. We hebben het echt over een selecte groep. Maar dat willen we wel heel graag scherp in beeld hebben. Ja, tot 1 maart 2019 mag de politie fouilleren, ook als er geen concrete verdenking is. Verslaggever Jan Waal is in Kaatsheuvel bij het vakantiepark. Jan, wat hopen ze met deze maatregel nou eigenlijk te bereiken? Ze willen de controle terug over dat park. Ja, preventief fouilleren, je hoort het alleen bij voetbalwedstrijden of bij uitgaansgebieden. Niet in zo'n landelijk gebied, maar hier is het toch nodig. Want ze willen voorkomen dat Droomgaard een tweede Fort Oranje wordt. En het is hier echt nog niet zo dramatisch als bij die beruchte camping in Rijsbergen. Maar de politie treft er wapens aan, drugs, er zijn vechtpartijen. De politie is hier bijna elke dag en zeggen zij, het is hier nog geen vrij. Plaats nog niet. Wat ik wel merk is dat als het donker is, dat mensen in de caravan zitten en niet meer naar buiten gaan omdat ze bang zijn. Dat geven ze bij ons aan, omdat er ook figuren rondlopen die dan kwaad in de zin hebben. Op Droomgaard mogen maximaal 800 arbeidsmigranten wonen in 200 chalets, maar volgens de gemeente wonen er veel meer. Ook die bewoners van het park bevestigen dat het er soms onveilig is. Sure, you know, some problems sure do appear here. Yeah. Like what? Like for instance, things are stolen. Someone got beat up by someone because this doesn't happen that often. But you know, things like that happen. Especially in the weekend, there are a lot of fight with people. You know, the people are drunk, drugs. You know, it's because there is no control. De gemeente en de politie willen die controle terug. En ook mensen in de buurt zijn daar blij mee, want ze vinden het er niet veilig. 'S Avonds niet, nee. Want? Nou, daar lopen hier wel veel buitenlanders. En ja. Daar hadden ze geen fijn gevoel bij. Maar het valt wel op dat ze als morgens vroeg om 30:30 naar mij de blikken bier in de hand lopen. En... U snapt wel dat de burgemeester hier paal en perk aan wil stellen. Heel goed. Betekent wel dat als u hier rondloopt, ze u ook kunnen fouilleren? Ja, dat kan. Nou, dat mag. Ja, ik heb niks te verbergen. Nee. Ja, Jan, het gebied ligt ook in een deel in de Loons en Drunense duinen. Kunnen mensen die daar gewoon aan het wandelen zijn dan ook gefouilleerd worden straks? Ja, ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen, maar theoretisch kan het. Want de politie mag natuurlijk formeel niet selecteren op wie ze dan wel en niet fouilleren als ze zo'n fouilleeractie doen. Maar de politie zei er wel bij, als we dat al bij wandelaars zullen doen, zullen we dat op een hele vriendelijke manier doen. Niet met de handen tegen de muur. Valt de campingbaas van de Droomgaard eigenlijk iets te verwijten? Nou, de gemeente vindt in ieder geval dat hij ervoor moet zorgen dat er niet meer dan die 800 migranten wonen die volgens het bestemmingsplan mogen. Dus daar hebben ze hem al nadrukkelijk op aangesproken. Maar de Oostappengroep, de eigenaar van deze camping hier, die zegt, ja, we doen ons best, maar er wonen ook gewoon mensen illegaal. Die hebben zich daar illegaal gevestigd. Die zijn daar stiekem gekomen en die breken in en die doen dingen die allemaal niet mogen. En die trekken dan weer drugsdealers aan. Dus zij vinden de maatregelen die de politie nu heeft afgekondigd ook een noodzakelijke maatregel. Ja, en die maatregel die duurt tot 1 maart. Wat gebeurt daarna dan? Ja, kijk, het liefste zou de gemeente Loon op Zand zien dat er een fatsoenlijkere onderkomen kwam voor arbeidsmigranten. Mooie polenhotels ergens bouwen, maar dat is er voorlopig niet. Tot die tijd willen ze dat het hier in ieder geval leefbaar is. En ja, ze hopen dat het leefbaarder is geworden en dat de rotte appels er in maart uit zijn. En anders zou die maatregel zomaar verlengd kunnen worden. Jan Walen vanuit Kaatsheuvel, dankjewel.